Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Gamers Net Gear, waarin we elke week alle randapparatuur omtrent de wondere wereld van games bespreken. Vandaag hebben we de MSI laptop. En, hij had zo geoefend met het modelnummer onthouden. De GE67? Nee, 63. 63. Reder RGB 8RE. De 8RE is een beetje bijzaak, want dat is dan de specifieke configuratie van dit model. Maar anders heb je ongeveer dezelfde body, maar dan andere specs. Ik zeg ook altijd, die 8RE hadden ze net zo goed weg kunnen laten. Precies. Dat heel veel dingen zie je dat wel. Waarschijnlijk hebben wij hem niet eens in de titel staan, denk ik. Ik denk het niet. Googelen mensen hierop? Ja, tuurlijk. Ja. Want je wil weten of dit een fatsoenlijke laptop is voor gewoon, weet je wel, lekker naar school en dan in de collegebanken. Word. Snoeihard PUBG spelen, of Word, een van de twee. Het kan allebei, dat kan ik je in ieder geval wel verzekeren. Vet. Wat mij gelijk opvalt is dat het gewoon een laptop is. Want als ik namelijk zo'n naam hoor en het is voor PUBG draait erop en het heeft er komen allemaal zo meteen op allemaal dikke specs, dan denk je meestal gelijk aan zo'n schip van MSI. Ja, zo'n beest. Die hebben ze ook nog wel, dat is altijd de Titan-serie. De GT-serie zijn over het algemeen echt die dikke platen. Ja. De E-serie is over het algemeen, nou kijk, wij hebben ook al een eerdere E-serie gehad en die waren vroeger ook al echt een heel stuk dikker. Maar nu, sinds ze de Nvidia Max-Q GPU's hebben, zijn dus een heleboel videokaarten, mobiele videokaarten, zijn kleiner en rendementsvoller geworden. Dus ook hierin zie je dat. Dus hij heeft zeg maar wel een 1060 en een nieuwe achtergeneratie Core i7. Dus dat doet hij echt heel erg sterk. Maar hij blijft dun. Hij blijft echt gewoon nog draagbaar. Hij is ook niet al te zwaar, je draagt hem zo met je mee. Het lijkt in principe gewoon op het eerste gezicht niet per se op een laptop waar dan ook gelijk, ja natuurlijk je ziet de RGB en ook aan de achterkant. Want ook de topcover heeft RGB, wat ik wel een soort van statement vind. Ik weet niet of ik er helemaal down mee ben, ik denk dat je eraan moet wennen, maar... Het is een... Ja, maar je kan het ook uitzetten, denk ik. Ja, je kunt het natuurlijk ook gewoon uitzetten. Stel je hebt er niet mee. Maar goed, op het eerste oog lijkt het een hele casual laptop, maar stille wateren. We hebben diepe gronden. Ja, hoppatee. En die diepe gronden zijn, stort jezelf in welke game je dan ook maar denkbaar kan houden. Want het trekt het allemaal wel. Sowieso, we hebben een aantal benchmarks gedaan. Sowieso ga je zien, het is 16 gigram, dus dat is gewoon meer dan prima. Er zit een M2 SSD in, die vrij ruim is. Dus kun je een aantal goede games kun je in ieder geval razendsnel opzetten. Natuurlijk terabyte harde schijf hoort er een beetje standaard bij. Maar ook gaaf is om te zien dat het scherm daadwerkelijk een 120 hertz paneel is met 3 milliseconden responstijd. De andere configuratie heeft een 4K60, maar dit is dus 1080p 120 scherm. En dan wordt het wel weer heel interessant, want als je dan een beetje gaat pompen met die specs die je hebt, dan kun je dus ook voor bepaalde games zou je kunnen zeggen van oh, die ga ik dan weet je wel op 90 hertz draaien, op 120 hertz zelfs draaien. Ja. En anders hou je het lekker op 60, maar dan zien je games er wel fatsoenlijk uit. Want bijvoorbeeld ik speel Gears of War 4 erop, dat draait als een tiet. PUBG pakt die prima op. En als we hem ook door de 3D-mark benchmark sturen, dan zien we ook echt dat hij gewoon beter scoort dan het gros van de gaming laptops. Dus wat dat betreft, een nieuwe lijn van MSI. En je ziet wel dat ook in de specs weer een stapje omhoog gaat, zeg maar. Juist. Ja, wat ik wel altijd gelijk heb bij gaming laptops, hij draait alles wat je zegt. Dat is natuurlijk perfect. Alleen, hoe zit het met de I.O.? Want 9 van de 10 gamers gaat hier waarschijnlijk in ieder geval een externe muis op aansluiten. Ja, dat moet je ook sowieso doen, want de touchpad is, vind ik, niet heel fijn. Ook vooral omdat ze hem nou eens hebben groter gemaakt, zou je zeggen, is fijn. Maar daardoor zit hij zo dicht op de spatiebalk dat je heel vaak per ongeluk iets aantikt. Dus als je gewoon een beetje aan het webscrollen bent en je bent, weet ik veel, formuliertje in aan het vullen, heel vaak terwijl je aan het typen bent, tik je ineens buiten het formulier, waardoor je weer niet kan typen. Dus, dat is gewoon vervelend. Dus nou, die touchpad is een beetje goed. Inderdaad, de meeste gamers gaan hier sowieso al een muis op aansluiten, maar vind ik wel even goed om aan te stippen dat die touchpad eigenlijk niet echt erop vooruit is gegaan in de afgelopen jaren. Maar dat is, vind ik persoonlijk, bij de meeste Windows laptops is de touchpad gewoon, Er zijn fatsoenlijke touchpads van fatsoenlijke fabrikanten, tuurlijk. Maar inderdaad, als je het gaat vergelijken met Apple, de MacBooks hebben gewoon altijd hele prettige touchpads. Ja. En bij gaming laptops maakt het ook eigenlijk geen drol uit, want je sluit het op een muisje. Wie gamet op? Ja, het is natuurlijk zo'n gekke meme, toch? Van iemand speelt Dark Souls uit op een laptop met een touchpad. Dat is wel een beetje standaard. Challenging. dat is nog moeilijker dan de Donkey Kong bongo's gebruiken voor je Dark Souls sessie. Maar als je het hebt over I.O., dus ze hebben wel de moeite gedaan om in ieder geval genoeg poorten toegankelijk te maken. Dus je krijgt een USB 3.0 poort, dan krijg je een aantal, je krijgt USB-C, er zit gewoon een SD-kaartlezer in, HDMI DisplayPort, dus wat dat betreft zit je al best wel lekker. Kijk. En saillant detail is ook dat de twee USB-poorten hier aan de rechterzijde zijn dus ook verlicht. Dat is wel oprecht heel handig. Geen RGB,
Maar ze zijn dus wel rood verlicht en je kunt ze dan half aan of uit zetten. Goed, als daar RGB is, is het natuurlijk wel een beetje dat je denkt... Maar... Sowieso vind ik de verlichte USB-poorten, het is echt een heel klein stijlstatement maar. Het is echt, want je loopt naar je laptop toe, je ziet de poorten licht geven, maar goed, je steekt er ook die muis in. Dus. Nee, maar voor stijl, ik bedoel, buiten stijl om op zich, als het donker is, vind ik het vrij prettig dat mijn poorten ook verlicht zijn. Ja, dan kun je in ieder geval wel iets beter erin jammen, maar het blijft natuurlijk wel die USB-regel. Dat de eerste keer werkt niet, de tweede keer draai je hem om, werkt hij niet. Oh, het was toch die eerste. Ja, oké. Okay. Dus het is natuurlijk nog steeds gewoon USB 3.0. Maar buiten dat, het is een beetje nichig, I guess. Maar het is handig, het is fijn dat het erin zit en het past bij het hele design. Ja. Speaking of RGB-ledjes, bruggetje. Netjes. Ze zitten in toetsenbord. Nou, daar kan je eeuwig over discussiëren, maar een toetsenbord heeft gewoon ook functie. Want een verlicht toetsenbord is altijd beter dan een niet verlicht toetsenbord. Ja, vooral in het donker en vooral ook als je denkt aan laptops vind ik het wel fijn als ze überhaupt al verlicht zijn. Dat je dan in het donker ook nog kan werken of in ieder geval dat je je toetsen kan vinden. Daarom. Saillant detail daaraan is dat ze wederom voor een SteelSeries toetsenbord zijn gegaan. Het zijn niet de chocolate keys, dus de soort van platte mechanische switches. Het zijn ook niet de mechanische switches van de GT Titan die gewoon een volwaardige Cherry erin hebben zitten. Maar dit is dus gewoon een standaard scissor switch, dus echt een typisch laptop toetsenbord. Maar ze hebben wel per key RGB verlichting. Ah, oh, vet. Dus ja, dat hebben ze wel netjes gedaan. Want, het tikt wel lekker. Ik vind het heel lekker tikken. Ik vind eigenlijk stiekem, sinds ik die chocolate keys heb gehad, zijn die hele platte mechanische switches, die vind ik zo ontiegelijk fijn. Dan steekt dit er natuurlijk wel weer. Ja, jammer dat ze dat hier niet in hebben verwerkt. Dat is weer net een stapje hoger dan dat heeft MSI. Maar heel veel dus mensen zijn deze natuurlijk gewend van andere laptops. Als je net over laptop, scissor switches zijn dat dan. Ja. Als je daarover hebt, zijn dit wel gewoon hele prettige. En ik vind het oprecht goed dat ze per key RGB verlichting zijn gegaan. Want dan krijg je dus inderdaad ook dat de verlichting nuttig kan zijn. Als in dat als je de functietoets inhoudt, dat dan al meteen verlicht wordt van oh, dit is je volume omhoog, dit is je volume omlaag. Voilà. Maar ook dat hij bijvoorbeeld met bepaalde games kan hij meteen samenspelen. Dus stel, je zet hem op de game booster mode voor PUBG, je ziet dat hij dus ook in PUBG al een soort van je hotkeys al verlicht heeft en dergelijke. Kijk, dat is handig. En dan heb je een RGB-verlichting waar je daadwerkelijk iets aan hebt. Dat is niet zozeer te zeggen over natuurlijk die stroken op de achterzijde, maar die zijn gewoon inderdaad verschillend. Ja, dat wil ik inderdaad. Dat was het volgende puntje. Zit op de achterkant, zou je in de sfeerbeeld ook wel zien, zitten dus twee LED-stripjes ook. Dat is wel echt puur stijl. Ze zijn net niet, dat vind ik altijd jammer aan deze, wat ik ook wel snap voor een laptop. Maar ze zijn net niet fel genoeg. We hebben hiervoor ook een keer een scherm van MSI behandeld, die had ze aan de achterkant. Dan moest ik eigenlijk gelijk denken aan een beetje Philips Backlight Ambilight-achtig. Ja. Als dit gewoon fel genoeg is en jij bent aan je bureau met je laptop aan het gamen of wat dan ook. Ja, dat je dan de muur kan verlichten. Ja, dat de muur verlicht wordt, waardoor je een soort... Maar dan goed, dan zit je weer een andere keer in de collegezaal en dan ben je iedereen aan het verblinden of zo. Dat je hem ook wel zachter zou kunnen zetten. Ja. Maar dat was zeker bij die monitor en nu eigenlijk weer dat je... Ja, maar dan heb je het echt over praktische LED-verlichting, dat is dit niet. Dit is echt puur en alleen voor de stijl. En het is wel gaaf dat je bij bepaalde profieletjes dat je zou in kunnen stellen van... Oh, als ik PUBG speel wil ik dat die soort van geel is of weet ik veel. Als ik Minecraft speel wil ik hem rood hebben. Ik vind het moeilijk met die RGB. Ik vind MSI een heel tof merk. Ik vind hun huisstijl ook heel, heel stoer. Alleen ik vind RGB dan altijd, het steekt toch een beetje af. Ja. Want MSI is namelijk stoer, draak, donkerrood. En bij het toetsenbord gaat het nog wel. Maar je ziet ook al op de touchpad heeft dan een rood detail. En op de achterkant zie je dan het logo ook. En ik weet niet, op een of andere manier heb je dan zoiets van die happy flappy RGB erbij. Ja, vaak kleurt het niet. Want als je al met zwart-rood gaat, dan forceer je de RGB-gebruiker al een beetje van... Ja, dan moet je ze ook maar rood zetten. Of iets wat er tenminste mee kleurt, zeg maar. Ja. Omdat ik zou zeggen, een regenboog van kleuren kleurt niet zo goed met zwart en rood. Maar goed, dat is een stijloverweging. Maar die discussie hebben we al heel vaak in Gamers and Gear. En naar mijn idee, ik heb het idee dat de meeste kijkers van dit programma ook altijd zoiets hebben van... alles, RGB, doe maar. Zoveel mogelijk RGB. Ja, maar RGB, ik vind... Dus dan is dit wel iets voor je, want je krijgt ze nu ook aan de achterzijde. Nee, het is ook nooit verkeerd, want je kan deze ook helemaal instellen zoals je zelf wil. Ja, precies. Dus je kan elke kleur die je wil, je kan ze ook uitzetten. Dus dat is het is nooit verkeerd, dat sowieso niet. Dan nog even een dingetje, wat is natuurlijk een laptop... Verlichting op 340.000 plekken tegelijk. Hoe is de batterij? De batterijduur is zoals je hem verwacht van MSI. Dus het gaat zeg maar een goede dag mee als je hem een dag lang zonder accu gewoon gebruikt. Maar tegelijkertijd moet je dan wel weer opletten dat als je echt gaat gamen... Ja, dan moet haast wel eigenlijk de stekker erin, omdat hij dan ook natuurlijk kan klokken. Dan heb je hebt dan de shift die we wel kennen van MSI. Kun je hem dus in de sport shift zetten, zodat hij wat meer gaat pompen. Je kunt hem turbo zetten. Je kunt natuurlijk die ventilatoren over uren laten pompen. Yes. Als je met dat
dat soort dingen gaat tweaken, dan kun je best natuurlijk wel gewoon die unit erin prikken, die netvoeding. Maar ja, voor je standaard gebruik en als je hem ergens mee naartoe neemt en je start een klein spelletje een keer op, ja, dan gaat hij makkelijk een dag mee. En natuurlijk als je alleen maar aan het Word typen bent en je zet het 120 hertz op 60 of zo, prima, dan gaat hij meerdere dagen mee natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem met Windows laptops. Ja, maar zeker met dat soort verlichting gaan ze gewoon meestal niet heel erg lang mee, maar ik vind een dag eigenlijk best degelijk. Ja, nee, een dag is prima als je hem gewoon van dag tot dag wil gebruiken. Maar het ding is natuurlijk, dit is een gaming laptop, dan wil je zoveel mogelijk eruit halen wat erin zit. En dat gaat natuurlijk alleen maar met de stekker eraan. Ja. Plus je wil ook niet midden in je, weet ik veel, Fortnite Battle Royale of zo, dat je een keer sterft omdat gewoon je hele laptop leeg is. Want dan zit je niet snel weer terug in de game, dat kan ik je wel verzekeren. Nee, ja, dat is natuurlijk echt het probleem. En sowieso denk ik dat de meeste gamers wel gewend zijn als ik echt een PUBG Full HD... zoveel max settings ga zitten gamen, dan sluit je hem meestal wel gewoon aan. Dus dan ga je ook ergens comfy zitten. Dat is niet dat je dat in de trein doet. Ja, ik wil zeggen, je gaat niet echt onderweg zo'n op je trackpadje zo PUBG zitten spelen. Je meestal... Watch me, bitch. Is play me, winner, winner, chicken dinner. In de trein. Nou, je hebt natuurlijk ook geen internet onderweg. Of ja, je moet een hotspotje doen met je telefoon. Het is gewoon nog ik zie niet... een challenge voor ons. Maar... Ja, ik zie nog niet mensen dat heel erg doen. Dus dan is dat op zich niet heel erg groot probleem. Maar het is maar goed dat hij wel meegaat bij gewoon normaal gebruik in ieder geval een dag meegaat. Dat is wel relaxed. En ook sowieso, ik vind hier dat ze wel goede stappen hebben gezet van MSI. Want als je ook ziet dat ze nou... Er zijn natuurlijk geen nieuwe videokaarten verschenen, dus het blijft maar een 1060. Ook al is dit alweer de derde generatie met 1060 of zo van MSI. Ja. Maar je krijgt dan wel weer, omdat je dan een nieuwe model hebt, krijg je wel die achtste generatie Coffee Lake processor. Dan weet je in ieder geval wel dat je ook echt goed kan pompen, maar ook met rendement. Omdat al die dingen kun je natuurlijk ook precies zo tweaken dat ze wat zuiniger gaan werken. Ja. Je kunt die 1060 kun je ook even wegzetten om op de wat is het, Intel UHD Graphics 630. Kaart te kunnen gamen. Die kan ook het een en ander trekken, vooral omdat hij die goede processor heeft. En wat natuurlijk ook wel fijn is aan, er zit 16 GB RAM in, zeg jij? En een achtste generatie processor is persoonlijk altijd als ik zoiets hoor, denk ik, ja, dat is super relaxed, want ik weet heel veel mensen die lullen tegen hun ouders, ik heb hem nodig voor school, ik heb hem nodig voor school. Maar deze kan je ook oprecht gebruiken voor fotobewerking, videobewerken, Word, nee, maar dat is Office. Dat soort professionals komen ook vaak bij gaming laptops aan als zij een werklaptop nodig hebben. Als je mensen hebt die veel met AutoCAD moeten werken of inderdaad Photoshop, Premiere, videobewerking, dan moet je ook een stevige laptop hebben. En daarom zie je ook dat heel veel van die professionals kijken naar gaming laptops. Nou ja, dan krijg je ook dit. Alleen nu schreeuwt het wel iets meer gamer vanwege per key RGB verlichting op de achterkant natuurlijk. Maar het is gewoon niet relaxed. Hij is wel dunner, ja, ik wil zeggen, hij is namelijk best wel stijlvol. En het is gewoon relaxed dat je ook gewoon dat soort dingen hierop kan doen. Het is natuurlijk wel logisch dat je... Maar voor gaming heb je natuurlijk niet per se echt een i7 8th generation. Nee. Maar in de benchmark zie je ook wel dat die i7 hier, die 8e generatie, dat die ook wel echt bij bepaalde dingen gewoon veel beter scoort. Natuurlijk, bij games zijn de videokaart is zo'n beetje het belangrijkste. Dat is echt je paardenpaardje. Die doet het echte rekenwerk. Maar er zijn best wel veel, als je denkt aan physics en dergelijke, dan moet je ook een fatsoenlijke processor hebben. Ja, dat krijg je hier wel mee. Want die 3D Mark physics test, die runde die als een tiet, dat doet hij veel beter dan... notabene mijn desktop PC, dat zijn alweer een aantal generaties terug, maar dat was wel eentje met hyperthreading, terwijl dit maar een hexacore is. Dus dat is, er zitten wat verschillen in en het is sowieso wel mooi om te zien dat ondanks dat er geen nieuwe GPU's zijn gekomen, dat die laptopfabrikanten zoals MSI wel gewoon blijven pompen met nieuwe shit door bijvoorbeeld een M2 erin te zetten en die i7 van de 8e generatie. Vet, bottom line? Beest van een apparaat, kost je wel... Nou ja, goed, ik heb hem nog niet echt in de Nederlandse webshops gezien, maar internationaal wordt hij nou verkocht voor $16,000. Dus dan mag je ongeveer 16.000. 1600. Ja. Het was wel heel erg veel ineens. Die dacht in één keer, wow, oké. Daar bouw ik wel iets heel anders van. Ja. Nee. 1600, 1500, daar moet je hem ongeveer op insteken qua prijs. Dat maar is goed. Natuurlijk ook duur en dan krijg je ook weer spuit 11. Ik bouw een vele betere desktop van die prijs. Maar goed, die kun je niet meenemen zo makkelijk als deze kan. En dan heb je ook geen... LED-verlichting aan de achterkant van je scherm. Ja, je hebt overal LED, je hebt je internals in een heel strak, dun design. Met een 120 hertz scherm erbij, ook niet verkeerd. Nee. Overigens ook natuurlijk altijd mooie schermen. Speaker is overigens ook oké, maar dat is een beetje... Als je alles wil weten van die standaard MSI-hits, ga andere MSI-video's van ons kijken. Want we zijn altijd te spreken over het scherm, we zijn altijd te spreken over de speakers. Het is een beetje standaard vaste hits. Ik denk dat bij deze gewoon voornamelijk opvalt, beest van een apparaat, maar als je hem zo ziet... Het is eigenlijk een beestje, een degelijk beestje. Oh god, nee. Gaan we weer met de catchphrases.